Ja, voor veel mensen is het een uitkomst. Dozen vol met kleding, elektronica of make-up bestellen en pas betalen als je de spullen in huis hebt en zeker weet dat je ze ook wil houden. Bij webshop AliExpress kunnen klanten vanaf nu ook achteraf betalen. En dat kan inmiddels bij bijna alle webshops waar we bestellen. Volgens het Nibud doet 10% van ons dat vaak of altijd wanneer ze online winkelen. En dat klinkt misschien als een fijne service, maar er zitten flinke nadelen aan. Koopt u wel eens wat online? Ja. 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 Wat dan? Motorspullen. Kleding. Deodorant. Yes. Body lotion. Douchegel. Koopt u dat online? Ja. Eigenlijk bijna alles. En hoe reken je dat dan af? Allebei. Soms gelijk betalen, soms afterpay. Nu ook bij webshop AliExpress achteraf kan betalen, is er bijna geen webwinkel meer te vinden waar het niet kan. Het wordt vooral gebruikt bij dure producten of bestellingen in het buitenland. Heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de consumenten graag het vertrouwen willen hebben dat het product daadwerkelijk aankomt. En dat zien we met name ook wel bij bestellingen die uit het buitenland naar Nederland moeten komen. Juist voor dat soort bestellingen is achteraf betalen natuurlijk gewoon een geweldig middel om dat vertrouwen te creëren. Er zijn meerdere diensten die achteraf betalen mogelijk maken. De bekendste is Afterpay. Maar ook met Klarna, Buckaroo en Billink kan je voor een paar euro extra achteraf betalen. Nou, als het kan, dan doe ik dat wel, ja. Zeker met grotere bedrijven, want anders als je wat terugstuurt, moet je vaak zo lang wachten op je geld als het niet past. Dat vind ik wel vervelend. De verleiding is wel groot om te veel achteraf terug te moeten betalen, zeg maar. En daar zit nu net het gevaar, zegt Wijzer in Geldzaken. Het is lastiger om je grip erop te houden. Zeker omdat tegenwoordig heel veel aankopen online gaan. En als je tegelijkertijd meerdere aankopen hebt lopen, dan kan het best wel zijn dat je niet meer precies weet hoeveel je nou hebt uitgegeven. Ja, en dan zit je. En toen? En toen? Mensen om me heen gevraagd, help. En die hebben het voorgeschoten en dan moest ik het weer terugbetalen. Wat had je gekocht dan? Te veel. Laten we het daar maar op houden. We kopen sowieso heel veel online. Vorig jaar deden we met z'n allen 242 miljoen bestellingen met een totale waarde van 23,7 miljard euro. En het is niet handig om dat pas allemaal later af te rekenen. Ik zou wel als tip hebben, denk eerst even goed na of je het wel echt nodig hebt voordat je überhaupt iets gaat kopen. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Ja, nou, ik zou zeggen wie nu leeft, wie nu zorgt.